De Waalkade staat inmiddels helemaal gevuld met kinderen in opwachting van Sinterklaas. Samen met hun papa's en hun mama's en hun mooi gesminkte gezichtjes zijn ze er klaar voor. Maar die boot moet natuurlijk wel komen. Ik weet waar jij op staat te wachten. Op Sinterklaas! Ja. Ben je een beetje zenuwachtig? Ja. Ja. En kun jij dit liedje meezingen? Heb je er zin in? Ja. Wat zijn jullie mooie pietjes? Ben je een beetje nerveus voor Sinterklaas? Ja. Spannend? Ja. Ja. Heb jij wel een verlanglijstje gemaakt? Ja. En wat staat erop? Oh, wat een mooie auto. Ik ga gelijk even daarheen. Wat? Dat weet ik niet meer. Oh, ben je dat nou een beetje vergeten? Ja. Nou goed, heel hard gaan zingen straks, hè? Ja. Ik zie je Sinterklaasje. Spannend, hè? En ik zie een heel mooi Pietje ernaast. Ja! Wat zie jij er mooi uit? Ja. Ja, hoe voelt dat op je gezicht? Goed. Ja? Geen last van? Nee. Heb je al een liedje gezongen voor Sinterklaas? Welke? Drie. Drie? Kun je er voorbij ook eentje doen? Sinterklaas kapoentje of zo? Doen we dan. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laadje, dank u Sinterklaas. Kees, jij staat hier met een heel mooi pak aan, want jij gaat vandaag iets heel bijzonders doen. Ja, ik heb natuurlijk de intocht van Sinterklaas hier in Tiel. Eigenlijk het belangrijkste gebeuren van het hele jaar. En het spannendste gebeuren. Ja, en hoe kom jij hier dan terecht? Ja, ik werd door de belpiet gebeld. De belpiet belde. Zo, joh, we hebben in Tiel dit jaar niemand die het een beetje aan elkaar kan kletsen. En toen hadden ze mij ergens anders een keer gezien. In Madrid was ik een keer op het Spaanse manier. Maar ja, pokkenbellen en zeg maar. Dat heb ik. Ik zeg, ja, maar moet ik het dan in Nederland doen? Nou ja, dat heb ik dus nu hier gedaan. En het is zo leuk hier. Ja, en al die kindjes. Al die kinderen. Ik denk er wel meer dan 1000 zijn. En op een mooie plek, hè, Sari? Ja. Geweldige plek. Ja, ja, en het is ieder jaar zo spannend of die Tiel wel vindt, hè? Ja, nou, dat is het. Want de boot was natuurlijk vastgelopen op zee. Nou, dan zit je, is hier mijn sluisje wel aangekomen. Maar dan vraag je natuurlijk af, hangt die Tiel? Hallo. Hallo, meneer de burgemeester. Bent u er klaar voor Sinterklaas? Ik ben er klaar voor. Het is fantastisch weer, maar ik vind het wel heel erg spannend. Blijft ieder jaar weer spannend, hè? Ja, goed. Ik zie nog helemaal geen boten aankomen. Dus... Hey, dat is en is u nog contact gehad? Wel, we hebben wel contact en het gaat al goed komen. Maar ja, het water is gelukkig wat gestegen. Dat scheelt. Dat scheelt enorm. En al die kinderen zijn er zo klaar voor. Super, hè? Moest kijken hoeveel kinderen er zijn. Het is echt, het is elk jaar drukker. Geweldig toch? Ja, fantastisch. Ja. Nou, we gaan wachten. Ze zijn onderweg. Ze zijn onderweg. Ik hoorde door de telefoon. Gelukkig. Gelukkig. Nou, heel veel succes dan ook. Ja, dank u. Ja. Ja, want op zee was je natuurlijk vastgelopen. Hè? Dat was toen echt te veel pakjes. Moesten ze overboord. Ja, ja, ja. En nu zitten we af te wachten of de pakjes wel gevuld zijn. Want door die Pietje Puk natuurlijk wel zo slim was. Met die oefenpakjes, vol of niet. En pakjespiet het helemaal niks van snapte. Maar ja, we zien het vanzelf. Sinterklaas zorgt dat het goed komt. Ik weet het zeker. Het blijft gewoon spannend. Het is zo goed. Ja, gelukkig. En dan gaat hij weg. Ja. Ja, hij komt eraan hoor. Ik zie hem. Ik zie hem al. Ja. En heel veel pieten volgens mij. Heel veel pieten en heel veel pakjes. Hè? De boot ligt helemaal diep van de pakjes. Oh, hoor, iedereen is blij zijn. Goed hè? Heel goed. Altijd weer fijn hè, als hij aankomt. Ja, vind je? Ja, toch? Ja, natuurlijk. Iedereen is zo zenuwachtig. Ja, nou, maar dat kan ik best begrijpen, want elk jaar gaat er wel iets missen natuurlijk, hè. Ja, en nu is hij er gewoon. Ja, hij komt regelrecht aangevaren. En wat zijn er nou pieten? Ja, we hebben er dit jaar weer heel veel meegenomen. Heerlijk. Voorzichtig, hè?
hè? Sinterklaas, wat fijn dat u er bent. Ja, ik vind het ook leuk. Heeft u weer gevonden? Ja, met mooi weer. Het is goed gekomen. Hij is er. Het was even spannend, want hij ging nog door een grote golfslag. Ging nog tegen de balustrade, maar het ging goed. Al die kinderen, ze zijn zo blij. Het is super druk en iedereen ziet er super blij uit. Wat echt een fantastisch mooie dag. Ja, nou, het feest kan niet meer kapot. Nee, en hij is er. Hè? Ik was ook wel spannend. Is het water wel hoog genoeg? Loopt er niet vast? Want het is maar een sluis natuurlijk gebeurd. Maar het ging allemaal goed. Gelukkig. Ja, we gaan het gewoon nu echt vieren. Hij gaat zometeen lekker in de stad. Hè? Ja. Ja, en er gaat nog van alles gebeuren deze week. Pieter. Ja, er is een Pieterhuis en allerlei activiteiten. En alle pakjes moeten natuurlijk bezorgd worden. Zo, hij gaat het nog heel druk krijgen. Hij gaat het echt druk krijgen, maar tot 5 december is hij dag en dag bezig. Ja, we hebben 23 november van 1 tot 4:15 activiteiten in het Pieterhuis. En wat gebeurt daar dan? Ah, er wordt een bingo gehouden. Er zat een rad waar je kan draaien, waar je prijsjes mee kan winnen. Er zijn kleurplaten. Er is echt van alles te doen. Wat leuk! Ja. En gebeurt er nog meer? Ja, dan hebben we op 26 november van 1 tot 4:15 ook activiteiten in het Pieterhuis en klimactiviteiten op de Groenmarkt. Dat staan allemaal klimmuren waar ze op kunnen klimmen, overheen kunnen klauteren. En alle kindjes mogen daar komen? Ja, alle kinderen mogen daar aan meedoen. Alle kinderen mogen komen. En ja. dat blijft allemaal doorgaan tot 6 december? Tot 4 december. Dan hebben we nog een optreden van Rien van Dijk met een accordeon. En dan is ook de prijsuitreiking voor de stempelkaarten. Oh, dus er gebeurt werkelijk van alles? Ja, elke dag is er wel wat te doen. En elk weekend sowieso. Op de hoge daken blijft Americo natuurlijk wel. Ja. Het lukt. Oh. Een applaus voor Sinterklaas. Want Americo was even een beetje door de wind verstoord.